Het Artist in Residence project van de Timber Art Studios van Marcel Pinas is volgens hem heel goed afgelopen. Het project is op 1 juni door de deelnemende jongeren gepresenteerd te Mungo. Tijdens het project hebben stagiaires de mogelijkheid gehad met de jongeren van Mungo te werken. Pinas is versteld van de resultaten die de jongeren hebben opgeleverd. Hij is heel trots op de jonge deelnemers, omdat zij het beste uit de verschillende vormen van kunst hebben kunnen halen. Roosje allemaal heeft kunnen doen met de jongeren, met de community, naast zeg maar fotografie, met die dansgroepen, met die theatergroepen, weet je, er leefde al. Iets van fotografie in Mungo, want uit ervaring zie je dan jongeren die constant met camera tijdens het Mungo festival, wanneer je ze vraagt welke onderdeel ze willen ondersteunen, documentatie, en dan zie je met camera rondlopen. Ik snapte niet dat ze daarmee geld konden verdienen. Pas toen ze dat uitlegde, toen dacht je van wauw, weet je, en die jongeren heeft ze op een andere manier kennis laten maken met fotografie. Wat ze meer dan gewoon fotografie eruit kunnen halen. Geschiedenis, ik bedoel documentatie, weet je, op verschillende vlakken. En dat vind ik heel belangrijk. Pinas geeft verder aan dat de jongeren van het voormalig Boksitstadje op alle mogelijke manieren gemotiveerd moeten worden. Dat gaat niet altijd even makkelijk, benadrukt hij. Het is volgens hem een proces dat langzaam verandert. De Mungonees vertelt hoe hij op het idee is gekomen om buitenlandse kunstenaars te laten halen om met de jongeren van Mungo bezig te zijn. Toen ik begon met het idee om, zeg maar, na de Binnenlandse Oorlog, wat er allemaal is gebeurd, de effecten op de community, ik heb ook eronder geleden. Weet je, dat denk ik van, ik moet iets betekenen voor mijn community. Dus daar ben ik gewoon komen werken in de community. Maar ik heb in het hele proces heb ik geleerd van, ik kan het niet alleen. Ik moet andere mensen interesseren om een bijdrage te leveren. Want die andere mensen die denken anders, ze zien dingen anders die ik niet zie. Weet je, en dat is heel belangrijk. Het verhaal vertelt Marcel Pinas niet alleen, maar er zijn andere kunstenaars die al klassisch geweest, Ken Doorson, you name it. En mensen uit Nederland, uit Afrika, uit Engeland, uit Amerika, uit Frankrijk. Weet je, dat zijn allemaal die ook een bijdrage hebben geleverd om dit project te helpen realiseren. Dat was dus kunstenaar Marcel Pinas. Hij sprak over het Artist in Residence project. Dat 1 juni door de jongeren van Mungo is gepresenteerd.